April was een koude voorjaarsmaand en ook de eerste dagen van mei waren allesbehalve warm. Het was af en toe zelfs onstuimig met wind en regen. In de 30-daagse weersverwachting gaan we kijken of daar verandering in gaat komen. In de week van 3 tot en met 10 mei zien we dat er vooral lage drukgebieden... Vanaf de oceaan via de Britse eilanden naar Scandinavië schuiven. En met die lage drukgebieden in de omgeving van Nederland levert dat wisselvallig weer op. Het is vooral nat op de Britse eilanden en in Zuid-Scandinavië richting de Baltische Staten. Maar ook in onze omgeving valt toch regelmatig neerslag droger. Onder invloed van hoge druk is het in het zuiden van Europa. En de temperaturen liggen dus op een mager niveau voor deze tijd van het jaar. En dat zien we ook in de 15-daagse pluim. Het is ronduit koud voor de tijd van het jaar. En de komende dagen kan het in de nachten misschien wel weer tot een graadje vorst komen in het binnenland. Maar in het weekend verandert er wat. De wind gaat uit het zuiden waaien. Aan de voorzijde van een lage drukgebied wordt een zuidenwind in gang gezet. En daarmee komt warme lucht onze kant op en vooral zondag merken we dat. In het zuiden van het land kan het misschien wel zomers warm worden met zo'n 25 graden. Die opstoot van warmte lijkt tijdelijk te zijn. Na het weekend gaat de temperatuur wel weer wat omlaag. Maar zo koud als dat het is geweest, dat lijkt het niet meer te worden. En op de ultra lange termijn zien we toch ook wel weer uitschieters af en toe richting die zomerse 25 graden. Dit alles heeft te maken met een verandering op de weerkaart in de week die loopt van 10 tot 17 mei. We zien dan vooral hoge druk boven Oost-Europa, lage drukgebieden vanaf de oceaan proberen door te dringen, maar worden op afstand gehouden. Ergens in de buurt van Nederland. Dat maakt de weersverwachting in detail voor die week heel lastig. Maar wat we wel zien is dat in grote delen van Centraal- en Oost-Europa het duidelijk te warm is voor de tijd van het jaar. Zomers misschien wel lokaal tropisch warm. En die warmte die heeft ook de neiging om toch nog deels in onze omgeving eh, zich op te houden. De koele oceaanlucht is vooral bestemd voor de Britse eilanden. We zitten dus een beetje op de grens tussen koel en warm weer. En dat betekent dat er misschien ook wel eens een keer in deze periode een paar forse. Buien over onze omgeving trekken. Nou, als we verder kijken, de week van 17 mei tot 24 mei, dan is dat warmtegebied helemaal verdwenen. Hoge druk ligt dan boven het zuiden van Europa en lage drukgebieden weten zich weer uit te breiden tot richting Scandinavië. De wisselvalligheid keert dus weer een beetje terug in onze omgeving en als we dan kijken naar de laatste week van mei, 24 tot 31 mei, ook dan zien we dat de temperatuur weer iets omhoog gaat in onze omgeving. Het lijkt erop dat de wind dan weer wat vaker de zuidhoek op kiest, opzoekt. En dat betekent dan af en toe eens een keer een wat mooiere, warmere dag tussendoor. Als we alles op een hoop gooien, dan zien we dat de eerste week, 3 tot 10 mei, duidelijk te koud verloopt, met ook regelmatig buien. Dan een wat warmere week, waarin we dus op de scheidingslijn zitten tussen twee luchtsoorten. En de neerslag, die vrij normaal is, ja, die zou zomaar eens op één of twee dagen kunnen vallen. En regionaal kunnen er best wel grote verschillen optreden. Daarna vrij normale temperaturen, soms is wat meer buien, maar echt structureel te koud weer. Zoals we dat in april en de eerste week van mei hebben gezien. Nee, dat lijkt het niet meer te gaan worden. Tot de volgende keer.